Welkom, weer een nieuw filmpje, eindelijk een keer. Vandaag gaan we kijken naar intercellulaire communicatie. En dat is natuurlijk communicatie tussen twee cellen over het algemeen. Nou, het is vrij eenvoudig. Communicatie kan natuurlijk over een korte afstand. Ja. Als ik naar jou praat en je bent vlak bij mij, ja, dan hebben we communicatie op een korte afstand. Moet ik heel hard schreeuwen, dan hebben we communicatie op een lange afstand. Dit filmpje gaat over communicatie tussen twee cellen, ja, over een korte afstand. Het filmpje over een lange afstand, ja, over een langere afstand, met behulp van hormonen. Dat is een volgend filmpje, daar kan je hierop klikken als je deze al hebt gezien. Goed. Over een korte afstand gaan we dus tussen twee cellen met elkaar communiceren. En dat kan op verschillende manieren. Allereerst moeten we natuurlijk kijken, hebben we te maken met dierlijke cellen of hebben we te maken met plantaardige cellen. Als cellen tegen elkaar aan liggen, twee cellen die tegen elkaar aan liggen, dan kunnen ze, als het dierlijke cellen zijn, met elkaar communiceren door een gap junction. Het is een Engels woord, ja, een gap is een gat, een junction is een, ja, een kruising en een gap junction zijn hele kleine perforaties, kanaaltjes in de celmembraan die de scheiding is tussen twee cellen. Nou, je ziet dat ik hier drie relatief grote gap junctions heb getekend. Ja, dat is om het zichtbaar te maken, maar gap junctions zijn echt heel erg klein, maar ze kunnen wel bijvoorbeeld opgeloste ionen. Ja, die kunnen daar wel doorheen. En dus dat is een manier waarop de ene cel kan laten zien, ik heb heel veel ionen en die gaan dan via diffusie naar de andere kant toe. Gap junction, bij dierlijke cellen dus. Ja, het celorganel, de kern, heb ik hier nog even getekend. Plantaardige cellen, die hebben natuurlijk een celwand om die celmembraan heen zitten. En het heet geen gap junction, maar het heet de plasmodesmata. Het principe is hetzelfde, een klein gaatje in de celmembraan, maar die twee celmembranen zitten natuurlijk niet tegen elkaar. Ja, van twee cellen, twee plantaardige cellen, die tegen elkaar aan zitten. Want er zit een celwand tussen. Nou, dat kanaal dat loopt door in de celwand, ja, en heet dus een plasmodesmata. Dus let goed op, ja, dat je die twee termen, dat je die gebruikt in de juiste setting. Je kan dus niet plasmodesmata over gebruiken als je het over dierlijke cellen hebt of gap junctions bij plantaardige cellen. Dus iedere type cel, dierlijk of plantaardig, heeft zijn eigen, ja, heeft zijn eigen naam daarvoor. Oké, wat nou als die twee cellen niet direct naast elkaar liggen, maar een klein eindje van elkaar verwijderd? Ja, dan kan je communiceren, ja, met behulp van de intercellulaire ruimte en dan moet je iets sturen, een molecuul. Ja, dus je stuurt een molecuul als boodschap, ja, van de ene naar de andere cel. En dat gaat natuurlijk via de buitenkant van de cel en dat noemen we de intercellulaire ruimte. In die intercellulaire ruimte, ja, daar worden dus moleculen naartoe gestuurd. Dus dit is de doelcel. Ja, dit is de cel die stoffen maakt. Moleculen zijn natuurlijk onderdeel van stoffen. Ja, die worden via exocytose die cel uitgelaten. En die worden opgenomen door een doelcel. En die doelcel die heeft dus kennelijk, ja, de mogelijkheid om dat signaal op te nemen, te begrijpen. En die doelcel die weet wat er aan de hand is. Dat is het hele idee van communicatie. Dat je een boodschap stuurt naar de andere cel. En dat die andere cel dus ook de mogelijkheid heeft om daar iets mee te doen met dat signaal. Die moet kunnen reageren. Als je niet kan reageren, heeft het ook helemaal geen zin om die boodschap te kunnen lezen. Nou, een andere manier die we waarschijnlijk ook nog wel kennen, is via synaptische signalen. En ja, dit is een ene cel en die stuurt ook weer moleculen uit in een synaptische spleet. Ja, en die worden opgenomen door een andere cel. Ja, dus dit is een synaps. En hetzelfde type, ja, er worden ook weer moleculen in de intercellulaire ruimte. Alleen is deze intercellulaire ruimte is heel erg klein, want het is een synaps. Het zijn maar enkele nanometers dat die twee cellen van elkaar verwijderd zitten. Maar toch wordt het probleem van communicatie opgelost met moleculen. Als we het dan over die moleculen hebben, die dus gebruikt worden om met elkaar te communiceren, dan hebben we dus een receptor nodig. Zonder receptor begrijp je de boodschap niet. Dus we hebben een bepaald molecuul, wat hier de intercellulaire ruimte ingaat.
Ja, dat molecuul, dat heet een ligand. En dat ligand, dat past op een receptor. Daar hebben we een ligand-receptorcomplex. Ja, en dan kan er iets gebeuren in die cel. Nou, omdat dat ligand-receptorcomplex kan ontstaan in korte afstand, maar ook in lange afstand, gaan we dit fenomeen gaan bekijken. Wat gebeurt hier nou en wat voor signalen kunnen daar ontstaan in die cel? Ja, als dit complex is ontstaan, dat gaan we in het volgende filmpje kijken. Ja, als we dus gaan kijken naar intercellulaire communicatie over een lange afstand. Ik hoop dat dit duidelijk was. Ja, misschien niet. Dan stel je vraag beneden in de comments. Anders dan krijg ik misschien een like van je of een andere opmerking. Ik antwoord altijd. Heel veel succes.